Hallo allemaal, het is weer tijd voor Pokémon Go en er is nieuws. Er is heel erg veel nieuws om precies te zijn. En dat ga ik jullie allemaal zo meteen vertellen, want generatie 2 komt eraan. En dat is niet het enige nieuws, er is ook nog Valentijnsnieuws. Het was natuurlijk net Valentijnsdag en voor Valentijnsdag had je een 6 uur durende lure. Die duurde veel langer, maar de mensen bij Niantic hebben gezegd, weet je wat, dit vonden we zo leuk, wij verlengen het tot en met 18 februari. Dus het is niet alleen maar tot de 15e, want dat was gisteren, maar het is tot en met 18 februari is het nu geldig. Dus tot en met de 18e kan je gewoon lures erop plaatsen op je Pokestops en dan duren ze 6 uur lang. Dus mocht je dat willen, dan kan je het eruit gaan gooien. Maar de reden dat je dit videootje bent gaan kijken was omdat je waarschijnlijk op die thumbnail of in de titel zag staan generatie 2 is er. Nou ja, is er. Het is er natuurlijk nog niet als je dit kijkt. Nou ja, misschien kijk je het als het er wel is. Maar het wordt nu uitgerold. Dus sommige Android gebruikers hebben het al. Maar op donderdag, dat is dus als deze video uitkomt, of misschien volgende week maandag of zo, komt het eraan. Ze hebben in ieder geval gezegd dat het bij de volgende update eraan komt. En dat is al heel erg binnenkort. En wat houdt dat nou precies allemaal in dat generatie 2 eraan komt? Ik laat hier trouwens even mijn lijst zien van Pokémon's die ik tijdens het Valentijns-event heb gevonden of gevangen. En dan kan je zien dat het er best wel veel roze tussen zit en nogal wat Porygons. Dus dat is leuk. Komen we misschien zo meteen nog even op terug. Wij gaan eerst even kijken wat generatie 2 nou precies inhoudt en wat de veranderingen zijn. Generatie 2 houdt in dat er 80 nieuwe Pokémon komen erbij. De 80 nieuwe Pokémon uit generatie 2 die origineel in de Johto-regio en in Pokémon Gold en Silver zaten. Die worden nu toegevoegd. En in het plaatje wat ik heb gebruikt zie je ook al 3 Pokémon. Weet jij hoe ze heten? Ik weet dat de krokodil, die vind ik het leukste. Maar ja, wat is de naam van de krokodil? Want hij heet natuurlijk niet krokodil, hij heet weer net iets anders. Heet hij heel erg anders of heet hij niet heel erg anders? Nou, dat mogen jullie zo meteen natuurlijk zeggen. Wat is er ongeveer aan de hand? Laat ik het eens een beetje op gaan noemen. Er zijn dus 80 nieuwe Pokémon bij. Er zijn nieuwe Evolves. Dat is natuurlijk ook heel erg cool. Je kan nu dus van generatie 1 Pokémon kan je naar sommige generatie 2 Pokémon evolven. Maar daar heb je wel speciale dingen voor nodig. Daar heb je speciale spullen voor nodig die uit een Pokéstop komen. Nou, dat zijn sommige stenen in de tekenfilm of in het spel had je dus bepaalde stenen nodig om dat te kunnen doen. Evolution Stones. Die zal je nu waarschijnlijk dan uit zo'n Pokéstop krijgen. En dat is natuurlijk leuk. Er zitten dus nieuwe dingen in. Er zitten niet alleen nieuwe dingen in de Pokéstops zoals voor die Evolution Stones. Maar je hebt ook andere dingen erin zitten. Er zijn namelijk nieuwe berries in. En op de website laten ze zien dat er 2 nieuwe berries zijn. Een Nanaberry en een Pineapberry. En de Nanaberry die vertraagt de Pokémon waarop je hem gebruikt. Dus dat is heel relaxed. Dan is hij makkelijker te vangen. En de Pineapberries die gebruik je om meer candies te krijgen. Dus als jij een Pokémon vangt nadat je hem een Pineapberry hebt gegeven natuurlijk. Want je moet hem eerst een berry geven voordat je hem kan vangen. Dan krijg je dus 2 keer zoveel candies als het lukt. Dus dat is heel erg cool. De Pokémon schijnen ook anders te reageren als je ze gaat vangen. Dus als je op ze gaat gooien, dan doen ze misschien nieuwe verdediging. Of misschien doen ze wel aanvallen. Ik heb geen idee. Ze schijnen nieuwe dingen te doen. Daar moeten we naar uit gaan kijken wat erin zit. En als je naar deze screenshot kijkt, dan zie je, deze heb ik van de Silk Road. Dat is een website met heel veel nieuwtjes. Als je dan op deze foto kijkt, dan zie je dat de interface anders is geworden. Ja, de interface ziet er nu anders uit. Je hebt nu links een berry. En als je dat op dat knopje drukt van die berry, dan komt er dus een soort carousel, noemen ze dat. En dan kan je de verschillende berries kiezen. Dus dat is een stuk makkelijker. Hoef je niet meer op het i'tje of hoef je niet meer op de zijkant te drukken wat er eerst was. En als je op de bal klikt, die aan de zijkant ziet, het kleine balletje, kan je dus veel makkelijker een nieuwe bal kiezen. Dit is iets waar mensen heel lang op hebben gewacht en het veel makkelijker maakt. Nou, rechtsboven zie je iets waarvan ze nog niet weten wat het is, maar dat is waarschijnlijk een shop-icoontje. Dat staat ook bij, shop-icon, dat weten we nog niet. En dit hebben ze namelijk uit de trailer gehaald. Er is een Pokémon Go trailer op Niantic of op de Pokémon Go website. En die Pokémon Go trailer
zit dit er stiekem in. Dan kan je het een beetje zien wat er is. En als je aan de zijkant kijkt, dan zie je nu ook dat er een gender marker is. En een gender marker houdt in dat je kan zien of het een mannetje of een vrouwtje is. En een evolution silhouette, dat nu kan je dus ook zien wat voor evolutie eruit gaat komen. Dus dit is best wel spannend, dit is best wel cool en dat is best wel veel informatie. Maar het komt eindelijk. En nu is het ook weer tijd voor mensen die het eerst niet meer leuk vinden. Je kan nu weer nieuwe Pokémon gaan vinden. Je kan ze nu gaan vangen. Je weet ook, het wordt makkelijker om ze te vangen. Want ze zijn allemaal bij Pokéstops. Daar zie je icoontjes aan. Als je nu naar een stad gaat of naar een plek gaat waar er veel Pokéstops zijn. Is het dus makkelijker om je Pokémon te vinden die je wilt hebben. Dus dat scheelt. Dat maakt het een stukje makkelijker. Als je in een dorp woont is het natuurlijk nog steeds lastig. Maar generatie 2 met 80 nieuwe Pokémon komen eraan. Jullie hebben het al gezegd hè, tegen mij in de comments dat er heel veel nieuwe generatie 2 evolved zijn. Zoals deze bijvoorbeeld Porygon, waar ik er heel veel van heb. Als je hier naar kijkt, zijn er dus... Oh, dat was niet de bedoeling. Dat gebeurt me wel te vaak. Hier, Porygon 1, 2, 3. En is er hier nog 1 en 4. Sommige heb ik ook al weggedaan. Maar dat zijn al 4 Porygons. 5, 6 Porygons. 7, 8, 9 Porygons. En even kijken. Daar was die Magby. Nee, volgens mij was dat het allemaal. Daar tot daar waren de roze. Maar die Porygons, die evolueren in Porygon 2.0. En die is heel grappig. Ja, die heb ik hier natuurlijk niet in mijn lijstje staan. Want die is er nog niet. Maar de Porygon 2.0 is heel erg rond. Deze is heel erg met vlakken, zoals polygonen zijn. En Porygon 2.0, die is dus helemaal mooi afgerond. Dus dat is er eentje die je kan doen in het... In de trailer zie je dat Zubat ook een nieuwe Evolve erbij heeft. Tenminste, Zubat, nou ja, de Evolve-lijn van Zubat zag je daarin zitten. En er waren nog heel veel andere dingetjes te zien. Dan moet je even naar de Niantic-website gaan, dan kan je het zien. Hier zie je dat ik heel veel Lickitungs heb gevonden. Ik heb een Chansey gevonden, Jigglypuff natuurlijk, met Eevees. Ik ben gek op Eevees. Daar komen dus ook de Evolves van, hoop ik. Een Umbreon lijkt me super cool om te maken. Ik heb in ieder geval, als we even kijken, ik heb genoeg Eevee Candy. 998, bijna 1000 Eevee Candy. Ik denk dat het me wel gaat lukken om een Umbreon te maken. Wie weet, ik hoop in ieder geval dat ze die er ook erbij hebben gezet. Want dat zou wel heel erg cool zijn. Nou, dit was even best wel een lange video. Ik heb niet echt tijd meer om ook nog even een CP van iets omhoog te gooien. Maar ik wilde jullie in ieder geval laten zien wat ik allemaal heb. En dat kan je in dit lijstje zien. Maar het was vooral veel vertellen over generatie 2. Laat ook weten of jullie nu weer op pad gaan om generatie 2 te vangen. Want dat is natuurlijk wel de bedoeling. Dat hoopt Niantic. Het was een tijdje stil. En nu beginnen ze daarmee. Dus dat is het. Ik ga nog heel even stiekem op het lijstje kijken of ik alles wel heb gehad. En er staat hier voor de rest, staat hier... Oh ja, er is nog iets nieuws. Dat was ik helemaal vergeten. Dat vind ik niet zo spannend. Zelfs daarom was het niet in mijn hoofd opgekomen. Er zijn nieuwe poppetjes. Je kan nieuwe poppetjes kiezen en meer kleding. Dus je poppetje kan er nog leuker uitzien. Je hebt nog meer variaties mogelijk om hem aan te passen en zo. Dus dat is natuurlijk ook leuk. Dus nieuwe hoedjes, shirts, broeken en andere dingetjes waarmee je hem mooier of grappiger kan maken. Dus dat is erbij gekomen. En... Nou ja, even kijken. Dit was het eigenlijk. Dit is het. Dus Johto zit erbij. Komt eraan. Het is waarschijnlijk ergens binnen nu en een week. Laten we het daarop houden. Ik denk dat het binnen nu en een week is. Nee, en dan moet ik natuurlijk weer allemaal nieuwe Pokémon Go video's gaan krijgen. Dat is iets wat jullie al graag wilden. Nog meer Pokémon Go. En nu heb ik een manier om dat te gaan doen. Ik kan jullie laten zien van welke Pokémon ik elke keer vang. Dus dan kan ik misschien wel 2 keer per week een Pokémon Go video doen. Om te laten zien of ik nieuwe Pokémon erbij heb. Want generatie 2 is wel heel spannend. En wie van jullie weet welke Pokémon uit generatie 1 ik nou nog steeds mis? Wat is nou die ene Pokémon die ik nog steeds niet heb? Laat het even weten in de comments. Ik weet het natuurlijk. Maar weten jullie dat ook? Als je hebt gekeken, dan weet je dat er 1 Pokémon nog is van generatie 1 die ik nog niet heb. Ik geef je geen hints, geen tips. Maar mijn echte fans, die weten welke ik nog mis. En ik bedoel niet een baby Pokémon. Daar gaat het even niet om. Het gaat om een andere Pokémon. Een Pokémon die er al vanaf het begin aan was. Die mijn vrouw heeft, die Pokémon. Allebei mijn zoontjes hebben die ene Pokémon. En ik heb die Pokémon nog niet. Nou, laat mij weten in de comments welke Pokémon het is. En dan, nou ja, dat vinden ze leuk om te zien. Dan zie ik dat jullie echt inderdaad gewoon
trouw blijven kijken. En wil je op de hoogte blijven van wat ik allemaal doe, dan kan je naast het abonneren, natuurlijk heb je geabonneerd, want dat is logisch. Dan kan je op dat belletje drukken en dan krijg je ook nog een berichtje als ik een nieuw bericht heb gepost of een nieuwe video heb gepost. Als je nog geen abonnee bent, nou, klik dan linksboven op de abonneeknop, linksonder op de knop om op mijn vrouw te abonneren, want die gaat natuurlijk ook helemaal los op de Pokémon Go video's. En aan de zijkant zie je twee playlists, waarschijnlijk met mijn Pokémon kaarten, mijn Pokémon ruilkaarten en deze Pokémon Go video's. Nou, gaan we weer naar buiten en veel succes met het vangen.